We zijn hier in de brouwerij van de Zwarte Parochie. In Almelo en de Grovestraat. We hebben vandaag een baliewijn gemaakt. Een baliewijn. Een gerstewijn. Dus wat we hebben gedaan is vanmorgen water en gerstemout geweld op een bepaalde temperatuur. Dan worden de zetmelen omgezet in suikers. En die gaan we vergisten in zulke vergistingketels. Als het koelend klaar is, dan pompen we het via de pomp die hieronder zit. In de laatste ketel, waar nu al een pompje bij staat. Ja, hier staan we dan bij een vergistingtank. Hij is konisch en dubbelwandig. Waardoor het is konisch. Dat het afloopt naar beneden, waardoor we de gistdepot kunnen we hiervan aftappen. Hij is dubbelwandig, waardoor we deze kunnen verwarmen en kunnen koelen. En we kunnen hem rechtstreeks aansluiten op een van onze 20 tapkranen in het proeflokaal. Dit vat, hier staat op gebrouwen 11 juli. Ja, dit is eigenlijk hetzelfde wat we vandaag in die ketel hebben gebrouwen. Ook een barley wine. Dat is een waterslot. Daardoor kan de koolzuur naar buiten en kan geen zuurstof naar binnen. Dus, dan heeft je hebt net al gezegd wat je het mooiste recept vindt, wat je zelf bedacht hebt. Maar wat vind je nou het lekkerste bier? Ik vind zelf een stout het lekkerste. Maken jullie dat ook? Ja, we hebben nu in deze brouwerij hebben we twee stouts gemaakt. Eén zit in deze ketel en de andere zit in de laatste ketel. In die zit een stout, daar komt banaan bij in en een vanillearoma. En in deze, daar zit kokos bij in en bourbon whisky.